Zondag is het zover en gaat het Glazenhuis in Nijmegen van start. Vandaag mogen we alvast binnenkijken en zien we waar de DJ's gaan verblijven. Het glazen huis op de Grote Markt in Nijmegen is er bijna klaar voor. Gisteren werd 3FM nog opgeschrikt door diefstal van kabels, maar ook dat probleem is inmiddels alweer opgelost. Vandaag werden de glazen deuren alvast opengezet voor een rondleiding voor de pers. We staan hier op het terrein van Serious Request en aankomende zondag gaat het echt van start. De puntjes op de i worden nu nog gezet, want ja, zoals je ziet staat er nog van alles. Het huis staat al wel. En we krijgen zo een rondleiding van Sophie. Ja, komt u binnen. Jullie hebben best wel originele donateurs, zoals bijvoorbeeld Joy for Toy. Heb je nog andere van dit soort donateurs? We hebben echt, als we kijken naar hoeveel mensen er al in actie zijn gekomen voor 3FM Series Request en voor Stichting ALS. Ik denk dat er, als je het vergelijkt met vorig jaar, dat al twee keer zoveel acties zijn aangemaakt door mensen. En wat blijft jou dan een beetje bij? Wat je denkt, nou, oh, dit is grappig. Mensen die naar Nijmegen komen wandelen, dat is dan 30, 40 kilometer. Mensen die koekjes gaan bakken, armbandjes maken. Zo'n hele grote vrachtwagenband die ze dan gaan omdraaien. De Tire Challenge of zo, die echt een paar honderd kilo weegt. Ja, mensen doen echt de gekste dingen. En ik geniet ervan om dat allemaal te zien. En als er nou iets voor jou binnenkomt, wat zijn grenzen? Ja, mijn hoofd kaal scheren, dat staat mij echt niet. Ik heb wel zo'n app geprobeerd op Snapchat, zo'n filter, weet je wel. Nou, dat zag er echt niet uit. Maar mensen kunnen het altijd proberen. Als er geld binnenkomt voor Stichting ALS Nederland, dan wil ik alles in ieder geval overwegen. En wat is het dan bedrag? Vanaf wanneer ga je kaal? Vanaf wanneer ga ik kaal? Nou, een miljoen zou lekker zijn. Bij binnenkomst zie je eigenlijk meteen de radiostudio, waar de magic eigenlijk moet gebeuren. Dan kijk je verderop, om het hoekje is de soort van woonkamer. Niet echt privacy, want iedereen kan je natuurlijk daar gewoon zien zitten. Eigenlijk voor alles wat voor de schermen gebeurt. Wat achter de schermen gebeurt is voor niemand zichtbaar. Wij mochten eventjes kijken. Wat je ziet is de slaapkamers. Er zijn twee slaapkamers. Eén voor alleen Sophie en één voor de allebei de mannen. En dan heb je nog de badkamer. Ik vind het er netjes uitzien, maar over 7 dagen... Maar het kloppend hart van Serious Request zit in de Sint-Stevenskerk. In de nieuw verbouwde kapel zit namelijk een enorme regiekamer waar alles wordt geregeerd. Dus de lichten, het geluid, wat je op de televisie ziet, alles. Dit is de artiestenentree. Gaan ze hier waarschijnlijk aanbellen. En er is ook een enorm podium. En op dat podium komt onder andere S10, René Vroger en Tom O'Dell optreden. En hoe ga jij jouw tijd verdrijven? Misschien een beetje standaard vraag, maar wat ga je doen zonder telefoon? Ja, ik ga naar buiten kijken. Ik ga naar mensen zwaaien. Ik ga bij de brieven bestaan om toch mensen persoonlijk te bedanken voor hun donatie. Ik ga met artiesten kletsen die langskomen. Ik ga een soort glazen huis gastvrouwen ga ik spelen en zijn. En ik kan niet wachten om mensen hier te ontvangen. Dus ik denk dat het wel goed komt eigenlijk. Hoe ga je het weer oppakken na het glazen huis? Ik zou het eigenlijk niet weten, want ik ben zo gefocust op het glazen huis dat ik daarna bestaat nog niet voor mij. Dus het is op 24 december wordt het echt, als we eruit gaan, een soort van harde stop. En dan denk ik dat ik gewoon heel gelukzalig voor me uitstaar bij het kerstdiner met mijn familie. En dan begint er een soort tweede leven na het glazen huis. En hoe dat eruit ziet, ik zou het echt niet weten. De winter staat voor de deur en daarom was het in het Nijmeegse stadsdeel Lindehold vandaag tijd voor een wintertour. De zonnetrein neemt bewoners mee voor een reis langs diverse wijklocaties, organisaties en ondernemers. De bezoekers kunnen elkaar ontmoeten en meedoen aan leuke activiteiten. We hebben een Oog voor Mekaar Presents Wintertour Lindehold. En we hebben een hartstikke leuk treintje geregeld dat continu in de wijk rondrijdt. Er zijn een aantal haltes. En die haltes zijn eigenlijk bij die activiteitenlocaties. Daar kunnen mensen uitstappen om naar die activiteiten te gaan. Of straks weer instappen om naar de plek te gaan waar ze vandaan zijn gekomen. Of dat ze zeggen van nou, we hoppen elke keer naar een nieuwe activiteitenlocatie. En dat kan. Het gaat niet alleen om de activiteiten, maar vooral om het ontmoeten van nieuwe mensen. Eigenlijk is de achtergrond van Lindehold dat de mensen elkaar niet zoveel opzoeken. En het initiatief wat ze nu georganiseerd hebben met een aantal organisaties is om mensen naar de verschillende activiteiten, locaties te brengen waar ze
van alles kunnen doen. Maar dan gaat het niet alleen om dingen doen, maar ook elkaar ontmoeten. Zoals hier het wijkatelier. We hebben bijvoorbeeld de spargen waar ze uit kunnen stappen. En dan hebben alle ondernemers die meedoen, bijvoorbeeld het Linderholtje. Hebben allemaal leuke dingen georganiseerd voor mensen uit de buurt. De boerderij doet mee. We hebben de brak die meedoet. Dus mensen hebben eigenlijk een hele leuke dag. En hier bij de broederij kunnen mensen terecht voor een soepje en kunnen ze kerstkaarten maken. Voor zichzelf, maar ook hebben we daar een box staan waar ze, als ze vinden dat er een buurman of buurvrouw een kerstkaartje verdient, in de box kunnen doen en gaan wij hem rondbrengen. Na vandaag hoopt de organisatie dat de bewoners zich meer verbonden voelen met elkaar. De verbinding heel erg belangrijk, maar wat ook belangrijk is, is naar het omkijken van elkaar. Dus elkaar zien. En toch een beetje weten wat er in de wijk speelt. Ik vind het leuk om te verbinden en dat is de belangrijkste reden waarom wij zo bij elkaar zijn. Ja. Het Kerstcircus Nijmegen wordt momenteel weer opgebouwd in het Goffertpark. Komende week wordt hier nog volop gerepeteerd en vrijdag 22e zal de eerste show dan plaatsvinden. Clowns, acrobaten, jongleurs, het is allemaal weer te zien tot en met 7 januari. Tot aanstaande maandag kun je bij RN7 nog tickets winnen voor de eerste show van volgende week vrijdag. Kijk op onze sociale media wat je hiervoor moet doen. Het Wereldmuziekfestival Music Meeting heeft de eerste namen bekendgemaakt voor de 38e editie van aankomend voorjaar. In het Pinkse weekend staan onder meer optredens van Numfisi en Aviva Endian. Het verschil met andere jaren is dat de derde dag van het festival niet in Park Brakkestein is, maar in Cultuurhuis De Lindenberg. Early bird tickets zijn nu te verkrijgen. Kinderen tot 16 jaar hebben gratis toegang. Na 41 jaar, 10 maanden en 1 dag gaat Bart van Run, directeur van basisschool De Peppel in Beuningen, met prepensioen. Leerlingen, leerkrachten en ouders hebben hem met tromgeroffel uitgezwaaid. Het is een moeilijke tijd om een opvolger te vinden. Tijdelijk worden zijn taken dan ook verdeeld. Dus zeker na zo'n dag waarin alle kinderen en alle leerkrachten en alle ouders me nog extra in het zonnetje hebben gezet. Doet het ook wel pijn in het hart om de school te gaan verlaten. Want dit was echt mijn school waar ik echt me heel erg thuis heb gevoeld. Wat gaat u het meeste missen? De reuring van het dagelijks leven met heel veel kinderen. Ik ben niet anders gewend dan in het onderwijs te werken, dus ik kan het niet vergelijken. Maar je hebt op een school is er elke dag zijn zoveel kinderen en dan heb je zoveel leven. En dat maakt het werk superleuk. En wat gaat u absoluut niet missen? In alle eerlijkheid, de vervangingsproblematiek bijvoorbeeld, waar alle scholen en dus ook onze school mee te maken heeft. Dus dat de telefoon 's morgens om 6:30 niet meer gaat, dat zal ik niet gaan missen. Licht, kunst en cultuur komen samen tijdens het feest van licht in Museumpark Orientalis. Met een nieuwe lichtroute, met verlichte kunstwerken en een ruimte vol kerststallen belooft het een unieke belevenis te worden in deze ontmoetingsplaats van culturen. We zijn nu in Museumpark Orientalis en op 16 december opent het Feest van Licht. Dat is ons jaarlijks feest van licht. Binnen in het museum hebben we onze kerststallen-expositie weer ingericht. En buiten is het hele park heel prachtig magisch aangelicht. Met allerlei mooie kunstobjecten van licht. Dat is de moeite waard om te bezoeken. Nou, elk jaar hebben wij hier binnen een selectie uit onze unieke collectie kerststallen. Daar hebben we er 1000 van over de hele wereld. En dit jaar hebben we als thema groots gekozen. Dus dit is bijvoorbeeld groots in aantallen. We hebben ook groots in waarde, groots in gewicht. Dus zo proberen we dat verhaal te vertellen. En buiten maken wij ieder jaar een nieuwe route, waarbij we de ene keer aandacht leggen op culturen, de andere keer over andere dingen. We hebben boeddha's, waar mysterieuze geluidseffecten bij te horen zijn. We hebben cactussen in onze woestijn staan, maar dan lichtgevende cactussen. Dit jaar is er een unieke twist in de kerststallen-expositie. Kinderen konden namelijk hun eigen Lego kerststalletje maken. Ja, we hebben dus elk jaar dus onze kerststallen-expositie. En dit jaar dachten we, wat is de meest populaire, de grootst in populariteit? En toen bedachten een paar collega's van me van Lego kerststallen, dat moeten we doen. Toen hebben we aan alle kinderen en alle oudere mensen die zich nog
kinderlijk genoeg voelen, gevraagd om met Lego aan de gang te gaan. En die hebben afgelopen week, ik geloof een stuk of 30 hele mooie creaties ingeleverd. Die staan allemaal ook in de expositie. Op het eind zullen we ook een winnaar kiezen. Eentje die het verdient om een prijsje te krijgen. En het is heel erg leuk naast deze wat klassieke kerststal om ook die jongere dingen te zien. Orientalis hecht veel belang aan dit jaarlijkse evenement. Nou, Museumpark Orientalis is een ontmoetingsplaats waar veel verschillende culturen en levensbeschouwingen elkaar treffen. Dus dit willen we heel graag aan de hand van ons Feest van Licht en met deze tentoonstellingen hier laten zien. Mensen uitnodigen om te komen de komende 3 weken en te ervaren wat er allemaal buiten onze eigen grenzen ook nog te zien is. Na weer een bewolkte maar droge dag zal de avond ook rustig verlopen en komen er plaatselijk wat opklaringen voor. Het koelt af vannacht na 1 graad of 4. Morgen belooft opnieuw een droge dag te worden in onze regio. Er is wel weer veel bewolking aanwezig, maar een beetje geluk laat zich zon toch wel eventjes zien. Net als vandaag wordt de temperatuur zo'n 9 graden. Ook de zondag verloopt nog droog en zacht voor de tijd van het jaar. Af en toe wat zon is niet uitgesloten, maar de bewolking zal toch de toon zetten voor die dag. Maandag hopen we het nog grotendeels droog te houden, maar verderop in de nieuwe weken wordt de kans op een bui wel weer groter. Tot zover het RN7 regionieuws van vrijdag 15 december. Zondagavond is het zover. Dan zal het Glazen Huis in Nijmegen bewoond gaan worden voor een goede week. Uiteraard zijn wij daar dan dagelijks bij aanwezig. Vanaf maandag krijg je elke avond een update in het RN7 regionieuws. Maar als je ons volgt op Facebook, Instagram en natuurlijk op rn7.nl, dan zul je daar de ontwikkelingen nog sneller meekrijgen. Voor nu wens ik je een heel fijn weekend en tot maandag.